Afgelopen week heb ik beslist dat ik niet doorga met mijn partij Dorpen en Wijkenbelangen. Peter Bontekoe stapt in maart 2022 uit de lokale politiek. De Boskoopse kweker doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ik vind dat het onderhand wel genoeg is. Ik heb nu met Boskoop erbij inbegrepen, heb ik dan, als ik deze periode afmaak, en die wil ik wel graag afmaken en goed afmaken, dan heb ik het 12 jaar gedaan en dan denk ik dat het ook wel mooi is om dan om het hoofdstuk af te sluiten. In 2010 komt Bontekoe in de gemeenteraad van Boskoop en hij maakt deel uit van de CDA-fractie die eind 2013 de grootste partij wordt van de fusiegemeente met Alphen en Rijnwoude. Maar omdat Bontekoe zich niet kan vinden in de partijdiscipline, stapt hij uit de CDA-fractie en sluit zich aan bij Nieuw Elan. Maar ook dat is geen gelukkig huwelijk. Driekwart jaar na de verkiezingen in 2018 wordt Bontekoe uit Nieuw Elan gezet en begint hij als afsplitsing zijn eigen eenmansfractie, namelijk Dorpen en Wijkenbelangen. Nu kan ik, wat dat betreft, als eenmansfractie kan ik wel mijn ei kwijt. Dus ik ga gewoon weer, ik doe weer hetzelfde wat ik in het verleden ook gedaan heb. En ik denk ook dat ik nog steeds dingen voor elkaar krijg, ondanks dat ik maar een eenmansfractie ben. Zo wil Bontekoe in de resterende anderhalf jaar een oplossing voor de verkeersproblemen in Hazerswoude-Dorp en een alternatief voor de hefbrug in Boskoop vinden. Ondanks zijn frustraties over hoe het er momenteel aan toe gaat in de politiek, want dat maakt deel uit namelijk van zijn besluit om te stoppen, kijkt Bontekoe met genoegdoening terug op zijn periode als raadslid en als bestuurslid in andere sectoren. Maar de huidige tendens baart hem ook zorgen. Ik weet het ook, je krijgt geen schouderklopje als je iets bereikt. Maar het vervelende van dit werk is wel, je krijgt wel een bagger over je heen als je iets niet bereikt. Dus joh, er zijn steeds minder mensen die dit werk willen doen. En dat vind ik wel het gevaarlijke van deze tijd. Zeker nu met alles wat je om je heen ziet gebeuren, met die moderne media, met de social media. Ja, het wordt steeds moeilijker voor een bestuurder, voor een politicus om zeg maar nog te durven te besturen. En ook iets te durven zeggen. En dat is wel teken destijds.